PostNL is helemaal klaar om het coronavaccin te vervoeren. We weten allemaal dat het stockeren en het vervoeren van het vaccin geen evidentie is. Maar hoe heeft PostNL zich precies voorbereid? Wel, wij komen vandaag meerdere keren per week bij elke apotheker en ook zelfs elke dag bij elk ziekenhuis en farmaceutische groothandel. En daarnaast hebben wij natuurlijk heel veel ervaring. Ik denk daarbij aan het griepvaccin die wij vandaag vervoeren, maar daarnaast ook heel veel geneesmiddelen op vriestemperatuur en op kamertemperatuur. Daardoor weten we dat we klaar zijn om dit vaccin te gaan vervoeren. PostNL heeft dus al de expertise om het vaccin te kunnen leveren. Maar hoe zien ze de concrete organisatie? Wel, de overheid speelt hier natuurlijk ook wel een belangrijke rol in. De vraag is of het centraal of decentraal georganiseerd wordt. Maar daarover zijn we vandaag in gesprek met die overheden, maar ook met partners uit de privé-industrie. Nu kijken we ook vooral naar onszelf. Wij hebben vandaag een heel sterk fijnmazig distributienetwerk binnen België, waardoor dat wij zeker zijn dat wij het vaccin kunnen gaan uitleveren daar waar het toegediend wordt. Of het dan gaat over een vaccinatiestraat, of bij de huisarts, of zelfs in het ziekenhuis, wij kunnen het op de juiste temperatuur gaan vervoeren. Het zullen hier dus drukke tijden worden de komende maanden. Net zoals in Zeelen, waar ze een gloednieuw industriepark hebben gebouwd.